Bij gevallen van natuurschade aan gewassen en aanplanten moet er gezocht worden naar duurzame oplossingen, alvorens te grijpen naar schadevergoeding. Minister Prahlad Syudin noemde tegenover journalisten de dambreuk in Ikeri als voorbeeld van natuurschade, die vaak zal voorkomen door klimaatverandering. Op de eerste plaats wat je moet doen, je moet met inspanning op vergoeding, je moet eerst gaan kijken van wat er aan de hand is. Climate change, weet allemaal, dat maakt dat wij vandaag met dit soort gevallen te maken hebben. Het gaat blijven komen. Je gaat elk jaar weer situaties hebben, misschien niet op dezelfde plek, maar op andere plekken, waar wij nu een antwoord moeten vinden hoe duurzaam om te gaan met deze gronden. Willen we deze gronden niet meer gebruiken of niet meer bestemmen voor de landbouw? Waarvoor dan wel? En er zijn heel wat pogingen die ondernomen worden. Voor professor... die onderneemt heel wat pogingen met de kwelders die hij daar aanlegt om de zee tegen te gaan. Maar naar mijn gevoel is het nog te kleinschalig. De bewindsman stelt dat wel gesproken zal worden met de boeren die schade hebben geleden door de dambreuk en hoe de staat kan inspelen. Volgens de bewindsman verdienen mensen zoals hydroloog professor Siwnaat Naipaul meer ondersteuning bij de aanleg van natuurlijke zeewering.